voorlichting en informatie aan patiënten, bijvoorbeeld middels een symposium, is een van de kerntaken van het St. Antonius Ziekenhuis. Allemaal hartelijk welkom op deze bijzondere dag waarbij we samen... We spreken van familiaire longfibrose wanneer in een familie minstens 2 eerste graads familieleden, een vader, een moeder, kinderen of een broer of zus, lijden aan longfibrose. De oorzaak van familiaire longfibrose is een afwijking in het genetisch materiaal. Als meerdere mensen in eenzelfde familie aan longfibrose lijden, hebben ze dezelfde afwijking in hun DNA. Zo blijkt uit onderzoek. Familiaire longfibrose behandelen we op dit moment eigenlijk zoals we de sporadische vorm van IPF behandelen. Als er bij een familielid uit een bekende familie met fibrose sprake is van de kenmerken van idiopathische pulmonale fibrose, dan hebben we sinds kort de beschikking over zogenaamde fibroseremmers of IPF-remmers. En die middelen zijn in staat om de achteruitgang met de helft terug te brengen. En we praten hier vandaag over familiaire fibrose, maar elke individuele patiënt is uniek. En qua behandeling zul je allereerst kijken naar de situatie van het individu. We kijken naar de biologische oorzaak van de longfibrosis. Dus we kijken naar de genetica, welke afwijkingen zijn er, maar ook welke cel is daar dan in de long bij betrokken. We willen die cel ook kweken, dus we kijken naar welke stamcel vinden we in de long en wat is er dan mis met die stamcel. En kunnen we dat misschien verhelpen. Daarvoor hebben we zoveel mogelijk familieleden nodig. Dan hebben we het over de mensen met de longfibrose, die zijn vaak rond de 60 of 70. De gegevens van hun ouders, maar ook de gegevens van hun kinderen en van de broers en zussen van de patiënten. Dus wat we binnenkort gaan starten... Onze grootvader, aan moederskant, die had longproblemen. En een zus van onze moeder had ook longproblemen. Ja? Dus daar zou het aan kunnen liggen. Maar omdat die al jaren geleden overleden zijn, kunnen we het niet meer vaststellen. Ook de zussen Ellen en Carla lijden aan familiaire longfibrose. Ruim 10 jaar geleden krijgen ze allebei nieuwe longen middels een longtransplantatie. Toen we allebei in de 20 waren, kregen we verschijnselen die leken op een longaandoening. Toen kwamen we erachter dat we allebei familiaire longfibrose hadden. Daar is onze moeder op 49-jarige leeftijd aan overleden. Dus het was echt een progressieve variant die wij hadden. Ja. Dus binnen 2, 3 jaar wisten we dat het eigenlijk over zou kunnen zijn. Mijn oudste dochter had vorig jaar een longontsteking en toen speelde deze fibrose. Die is onderzocht hier en daar is niks van fibrose gelukkig vastgesteld. Maar ik ga nu wel aan mijn zonen vragen om zich ook te laten controleren. Anton van der Graaf is patiënt in het St. Antonius Ziekenhuis. Ook hij heeft zorgen om de genetische factor van zijn longfibrose. Ik heb een zoon, die is op dit moment 17 jaar. En ja, ik wil natuurlijk ook graag weten van, kan hij het ook krijgen? In uw geval heb ik niet het vermoeden dat er sprake is van een genetische vorm van longfibrose, omdat er bij u in de eerste lijn vader, moeder, broers, zussen geen vormen zijn van longfibrose bekend. Ja. Nou, dat is fijn om te horen. Ja. Ja, dat is heel goed nieuws. Het advies dat wij op dit moment geven aan familieleden zonder klachten, en met name aan eerste graads familieleden, is om zich te laten screenen. Longfibrose kan sluipenderwijs verergeren en het kan soms behoorlijke tijd duren voordat het aan het licht komt. En we weten dat als patiënten voor het eerst komen, de longfunctie vaak met een derde is afgenomen bij het vaststellen van de ziekte. Dus om dat verlies te voorkomen is screening aan te bevelen, omdat we nu ook middelen hebben om het vroeg te remmen.